In de winter van 1944-1945 is het voedsel schaars, vooral in het westen van het land. In provincies als Friesland is nog wel genoeg te eten. Uit wanhoop sturen ouders hun ondervoede kinderen daarom naar de boeren. 70 jaar na de hongerwinter belicht het Fries Verzetsmuseum dit indrukwekkende hoofdstuk uit de geschiedenis vanuit een Fries perspectief, met de expositie Hongerkinderen. Naar aanleiding van deze rondleiding is er vrijdag in het Museumcafé een bijzondere proeverij. Een tentoonstelling natuurlijk in deze tijd over de oorlog. Wat voor tentoonstelling hier in het Fries Museum te zien de komende tijd? Hier in het Fries Verzetsmuseum is natuurlijk altijd al van alles te zien over de oorlog hier in Friesland. Maar er is sinds april een speciale tentoonstelling toegevoegd aan het Fries Verzetsmuseum. En dat gaat echt over hongerkinderen die naar Friesland toekwamen om gevoed te worden eigenlijk. Ja. Want dat is natuurlijk een verhaal uit de oorlog op zich, vooral in de laatste jaren van de oorlog. Hoe ging het destijds? Nou, in 1944, 1945 hadden we de beruchte hongerwinter. In het westen van het land was er ontzettend veel honger. En je moet je voorstellen hoe frustrerend dat moet zijn geweest voor die families daar, die niet al hun kinderen konden voeden. En met pijn in hun hart hebben ze dus kinderen weg moeten sturen. Op weg naar een beter leven eigenlijk, naar de boeren toe. Hier in het noorden, dus ook in Friesland, waar gelukkig nog wel wat te eten was. We hebben hier in Friesland wel schaarste gekend, maar nooit echt honger gehad. En daarom konden veel gezinnen, vooral op het platteland, toch onderdak bieden aan dat soort hongerkinderen. En hen toch voeden en eigenlijk hun leven redden. En het was vaak een barre reis volgens mij. Dat was zeker een barre reis. Je moet bedenken dat sommige kinderen vanuit Den Haag kwamen. Sommige uit Amsterdam. Ze moesten dan een reis afleggen, eerst te voet of de fiets. Ze konden soms een oversteek maken met de boot. Maar ook heel veel kinderen die hebben gewoon hele stukken lopend afgelegd. En dat in de winter, terwijl ze al honger hadden. Het heeft natuurlijk ook mooie dingen opgeleverd, wat. Die kinderen die zaten hier natuurlijk in Friesland en ja, die kregen echt een band met de Friese families. Ja, zeker. Er zijn veel mooie verhalen bekend van kinderen die echt een goede band opbouwden met hun pleegfamilie. En als ze later weer naar huis gingen, dan spraken ze vaak over hun pleegouders als Hait en Mem. En er zijn verhalen ook te zien in de tentoonstelling Hongerkinderen, waarbij die mensen die het als kind hebben meegemaakt nog steeds wel contact hebben met hun pleegbroers. En er is zelfs eentje die getrouwd is met zijn pleegzus. Dus dat is ook een heel mooi gebeuren natuurlijk. De mensen kunnen deze tentoonstelling op een eigen houtje natuurlijk bezoeken in het Verzetsmuseum. Maar deze vrijdag is er nog een speciaal arrangement. Ja, klopt. Op vrijdag 1 mei is er een speciaal smaakarrangement georganiseerd in zowel het Fries Verzetsmuseum als in Café Thuis, hieronder in het museum. En de bezoeker die gaat dan kennis maken met echt het eten in oorlogstijd. De smaak van de oorlog, zoals we het ook wel noemen. En ze krijgen dan eerst een rondleiding van ongeveer 3 kwartier hier in het Fries Verzetsmuseum en door de tentoonstelling Hongerkinderen. En gaan van alles tegenkomen. Van hoe distributie werkte in oorlogstijd. Wat mensen voor creatieve manieren bedachten om toch aan voldoende eten te komen. En natuurlijk over de reis van de hongerkinderen die hier naartoe kwamen in de oorlog. Nou, dan hebben de mensen de rondleiding gehad en meestal is het dan gebeurd, maar hier in het Verzetsmuseum niet. Nee, meestal wel, maar we hebben er nu nog iets heel bijzonders aangeplakt. Namelijk een oorlogsproeverij. En dat vindt zich plaats hier in Café Thuis, het museumcafé. En onze chef Johan Dekkinga die gaat dan een aantal typische oorlogsgerechten voorschotelen aan de bezoekers. Waar moeten we dan aan denken? Nou, wat dacht je van tulpenbollenpuree? Schijngehakt, dus eigenlijk een nep gehakt, gemaakt van bonen. En bijvoorbeeld crisiscake, want ook in oorlogstijd wilden mensen toch nog wel iets lekkers te eten hebben. Puur om de mensen die ervaring te geven van ja, hoe het eten werd genuttigd tijdens die laatste jaren van de oorlog. Dat klopt inderdaad. En ook even te laten zien hoe mensen omgingen met die schaarste en wat ze dus konden maken van heel weinig middelen. Mensen kunnen niet zomaar langskomen morgen dan in dat geval, want
Ze moeten zich aanmelden? Ze moeten zich inderdaad even aanmelden. Dat kan via e-mail naar activiteiten@friesmuseum.nl.